lovely. Dus laten wij ondertussen de passagiers instappen. En dan doe ik de. Lichian. Zo. Richting naar voren toe. Doderman aan. Ik krijg trouwens alleen de Doderman knop niet geprogrammeerd om een rail driver. Dat vind ik wel wat jammer. Ja, het is at the I paid original €219.99 and at the moment it's actually 10% off. And luckily enough I get 10% of that 10% back from Airsoft, so awesome. Ja, we zijn inderdaad op dit moment in zoals je ziet in Zaandam. En zoals jullie misschien hier kunnen zien, ik heb de route geüpdate. Dus ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. De rails is trouwens niet door mij gedaan. Dat is gewoon een automatisch installbestandje die je trouwens ook op het forum kan vinden die ik vandaag heb gepost. En zoals je ziet, ik heb er dijk onder geplaatst. Grijze, die eigenlijk waarschijnlijk om best te kunnen configureren met crest trains, maar daar heb ik niets voor gekozen op dit moment. wij gaan naar Den Helder, ja. Zo, ja, wat is er nog meer veranderd? Ik heb dus alles een beetje wat netter aangekleed. Dus wat ik er eigenlijk een beetje mee wil zeggen is, de route kan er veel mooier uitzien als je het een beetje goed, nee, we gaan niet in de richting van Amsterdam, we gaan naar Den Helder. Dus, zo zie je maar weer dat de route er een heel stuk beter uit kan zien. Als je het een beetje beter maakt. Je zult nog wel meer zien onderweg. Anyway, let's get forwards. And let's go. F3. And let's go. Ja, het is gewoon op het treinpunt, Martijn. Ik zat eerst te twijfelen nog om deze versie in ieder geval de bruine te doen. Maar ik had zoiets van, weet je wat, ik geef de grijze laten zien. Want waarschijnlijk gaat de grijze het ook worden voor heel de route, hoop ik. En dan met Chris er eens. Dus ik heb hem ook al, Joop ook al gesfeerd om het op elkaar af te stemmen. Dus. Ja, de reden die zijn gewoon een update, die kan je zo downloaden en installeren. It's about time we had a route from your part of the world. Ja, yeah, Dutch DLC hype. Indeed, Rob, indeed. Geef Lame Treinboy in ieder geval fijne avond nog en tot de volgende keer. Leuk in ieder geval dat je er was. De update van dit gedeelte, zoals het er hier uitziet, heb ik tot uitgeest gedaan. En je kan ook zeker wel zien dat het een heel stuk beter geworden is. Het is een heel simpel update. Ik heb gewoon overal de dijk onder geplaatst. Ik heb ook het sign bij uitgeest eventjes op de goede hoogte gezet. Die nogal erg laag stond. En ja, die moet ik steeds om toetsen doen. Ja, daarnaast heb ik hier zoals je ziet ook het grijs vervangen door wat meer zanderige ondergrond. Dat komt dat ook ten goede van. Dus dan zie je maar weer dat je met een paar kleine dingetjes een heel stuk beter de route kan maken. You have some nice routes and locos. Definitely we have. At the moment we're driving in a little bit updated version of Northwest Netherlands that I do today. Just a small update, not really a big thing. So yeah, and until at we arrive in Oudgeest, you can see what I mean with that. After that, you can see, you see the original. So yeah. And the tracks is just an update from Airway Austria for the I'm Koblenzer Bergland route. Because that tracks in that route original are used in this one. That's why. Dus ik zal trouwens wel eens even kijken of ik die link ook wel eventjes hier kan posten, jongens. Momentje nou. Oh, niet te snel. Niet te snel. Goed zo, beter. Eens even kijken. Let's take a look.
Dus, zo zie je maar weer dat het best wel veel kan doen, hè? Ja, ik had gehoopt dat Joep er was. Nee, ik wil geen defect supplaten. Of iets. Dus misschien dat ik hier en daar wel eens een keer nog wat fotootjes maak en dergelijke, want het is gewoon een. Ben ik persoonlijk een veel beter uitziende het resultaat. Oh, niet hard. Ja, ik zag het op Twitter voorbij komen, ja. Ik heb de foto zelf nog niet gezien trouwens. Goed, welke stops hebben wij nog? We hebben Castricum. Cum. Als koploper het zegt. Cum. Alkmaar. Alkmaar Noord. Heer Higuaard, sorry, zonder S. Schagen. Anna Paulona. Ik spreek daar al verkeerd uit die naam. Den Helder Zuid. En Den Helder zelf natuurlijk. Hartstikke mooi. Ongeveer een klein uurtje. Ik ben benieuwd hoe ver we komen. Ik weet niet helemaal zeker of we het kunnen uitrijden. Scenario heb ik al een keer eerder gedaan. Het is ongeveer 65,5 kilometer nog te gaan. 65,5 kilometers to go. Ook hier zie je natuurlijk weer wat het verschil kan doen. Straks komen we ook in een gebied waar heel veel water ligt. Zoals je ziet, de lek zullen ook een heel stukje minder zijn. Dat heb ik ook aangepast. Hier nog niet, maar een stukje verder wel. Ja. Anna Paulona. Ja, zoiets ja. Dankjewel, Dennis Brinks. Dankjewel. Ik zal zo wel eens even kijken op de Twitter van Koploper. Ik zal eerst even deze update in de chat plaatsen van de tracks. In principe is het helemaal niet moeilijk om te installeren. Bijna iets wat iedereen kan doen. Het is wel op eigen risico, moet ik zeggen. Maar mij is het gelukt. Link staat in de chat. Dus als je de update erop wil doen. Dat is het in principe. Het komt helemaal goed. Een klein beetje snel, dat is geen probleem. 10,5 kilometer nog. Oh, klein lek hier. Dus, zoals ik al zei, ik heb niet super veel veranderd. Puur alleen maar de dijkjes ingelegd en hier. That's it eigenlijk. Kijk, zie je, moet er nat af. Heb ik ook richting even terug voor zekerheid. Hartstikke mooi. Ja, ook zo'n leuk woordje, ja, inderdaad. Ja, en het brengt inderdaad. Goed. Richting weer naar voren toe. Klein beetje tractie erbij. Ja, je zal zien dat het soms een beetje flikkert, maar dat komt omdat het zandhoogte het nog tegelijk ligt. Maar je ziet wel wat ik ermee bedoel met deze update. Dus ja, tot aan de uitgeest. Ook niet te snel. Kijk, en hier zie je het helemaal al mooi natuurlijk, omdat die grond natuurlijk lager ligt dan de dijk. En nou zie je ook precies wat ik ermee bedoel. Ik ga het even zo, ATB, of de Doteman even uitzetten. Dan gaan we eventjes buiten de trein kijken. Zie je nou, zie je precies ook wat ik er ook mee bedoel. Dat je nou, zie je er ook, dat er geen, dat de rails niet meer zweeft. En dat bedoelde ik eigenlijk een beetje mee te zeggen. Dus nu zie je gewoon echt dat het gewoon vlakker ligt, dat netter ligt. Het ziet er gewoon een heel stuk strakker uit. En er zitten nog wel een paar kleine dingetjes bij, net als bij de sloot wat er nog zand ligt. Ja, goed, dat er dan daar aan toe. Maar afgezien dat, net als hier bijvoorbeeld ook weer zo'n lelijk stukje. Dat moet nog wel geüpdate worden. Moet je nagaan dat deze route tot Heer Higuaard ging? Ja. In Nieuw-Amsterdam. Het is een van de grootste routes. It's one of the biggest routes in the Netherlands for train simulator at the moment. Maar je ziet wel wat ik ermee bedoel, of niet jongens? Kijk, hier heb je de linkerkant met de sloot, heb je dat nog wel.
ieder geval niet meer met spoor. Mooi toch? Ik zeg het misschien te vaak, maar het is wel. Kijk, tot hier aan en tot aan uitgegeven heb ik het geüpdate. En hier zie je het er helemaal helemaal goed. Ja, mooi mooi. Ik kom hier bijna in de uitgeest. De rest van de route is gewoon eventjes meegenomen. En dat moet nog wel allemaal aangepast worden, dus nou, ik hoop in ieder geval dat jullie dit een beetje wel leuk vinden. En ik hoop stiekem dat, dat Joop dit eigenlijk ook ziet. Of een, ik zal het ook op YouTube zetten, dat hij het zelf ook naar kanaal kan kijken. En zoals jullie zien, dit sign staat weer goed. Tada! Eens even naar mij. Welke bedoel je? Ik ga deze update versie ga ik niet versturen. Dat, als je dat de vraag is, sorry. Maar de rails heb ik net zojuist in de chat gezet. Maar deze versie ga ik helaas niet doorsturen. Ik heb wel nog een bericht achtergelaten op Treinpunt. Met dit idee. En ik zal het er Joop nog wel over hebben. Ik wil er best wel een dagje werk van maken. Want dit heb ik tot hier aan toe heb ik het ongeveer een... zal het zijn? Klein dagje aan... Nee, een middagje aangewerkt. Dus, en tot hier loopt dan die dijk, zeg maar. En hier zul je ook zien dat we overgaan op de... Helemaal 100% origineel. Dus, ja. Ja, dat is goed. Kijk, en nou rijden we op... het originele route. Geen idee, geen idee. Dus, zo zie je maar weer dat je in principe in een best wel korte tijd de route best wel een redelijk goede update kan geven. En we zitten nog steeds onder de 2 giga, jongens. Dus, toppie. Ik moet zo meteen afremmen naar 110. Dus wat ik eigenlijk mee wil zeggen is van dat de route veel beter kan ogen als je net wat kleine dingetjes erop zet. Net wat kleine puntjes op de i. En dan zie je zien dat de route gewoon veel meer waard is. En het kost eigenlijk niet super veel meer. Dus ik weet niet of hier aan de zijkant. Nou, je loopt hier redelijk goed nou. Ik zal ook verder in de route zijn ook nog wel gezien denk ik wat ik ermee bedoel. Dat laten wij in ieder geval hier gaan stoppen. Ik ben trouwens ook naar 110. En een beetje te laat hier met stoppen. Dus, ik ben benieuwd. Ja. Nee, ik zal het beginstuk van dit wel eventjes naar Joep sturen en kijken wat hij ervan vindt en met hem over hebben. Rijden 4-delig, dus laten we hier bij de 4 gaan stoppen. Zo. Deurtjes open. Hartstikke mooi. Rob, waar heb jij die fabriek vandaan waar dat vuur uit de schoorsteen komt? Geen idee. Serieus, echt waar. Ik heb echt geen flauw idee. Echt niet. Ik denk dat het mee te maken heeft met de SAD pakket. Rupke, dit is toch niet jouw route? Nee, absoluut niet. Dit is, heeft niks te maken met... Dit heeft totaal niks met mijn route te maken. Maar ik wil het alleen maar laten zien dat deze route veel beter kan zijn. Nou doet hij het al. Volgende zal zo zijn Alkmaar. Let's go.
Hoort hij niet bij Friesland of zo? Nee, niet dat ik weet uit mijn hoofd. Ik ga niet zomaar een naam noemen. Dus, zeker niet als mensen erom vragen. Nee, kijk wat het is. Ik denk echt wel dat het uit het pakket van SSD komt of iets dergelijks. Want hij is in ieder geval niet van Friso. Je kan het allemaal wel updaten en kijken of het erin zit, maar dan had het er al lang in moeten zitten. Want volgens mij zit hij er al een aantal jaar in. Even kijken, stopt hij nog inderdaad op Hilo? Ga je nou te snel? Even kijken, volgens mij stopt hij helemaal niet op Hilo deze keer. Nee. Helaas. Sorry, kijk, ik niks aan doen. Ik ga zo meteen verder met mijn site kort overkijken. Oké, okay, dat is geen probleem. Ik denk dat hij uit. Ja, die I'm Koblitzer Bergland komt. Ja, volgens mij wel. Het zal me niet verbazen. Als ik me zo uit mijn hoofd een beetje kan herinneren van die route, denk ik dan dat het daar vandaan komt. Zou me in ieder geval niet verbazen. Het kan ook zijn dat het vuur zelf een apart object is. Ja, dat is een heel goeie dat je dat zegt, Leonard. Jeroen, absoluut. Volgens mij is dat ook in een. Dan begin ik ook te twijfelen, heel gezegd. Nou begin ik te twijfelen. Ja, dat is een hele goeie inderdaad. En ik durf het ook zeg niet te zeggen. Van Amsterdam zijn sneltreinen tot Alkmaar en dan stoptrein. Ja, klopt. Alleen ik vind het verpand dat deze scenario maker daar niet voor heb gekozen inderdaad. Goed, wij komen ondertussen hier voorbij en ik gok Hilo? Dat weet ik niet helemaal zeker, volgens mij is het niet wel Hilo. Ja, Hilo. Hilo in the building! Hoi, hoi, hoi. Dat is wel handig op de raildrive, kan je gewoon. Gewoon met één knopje ga je daar gewoon allebei de tonen bedienen. Wat bedoel je precies, NS Brinks? Ja. Inderdaad. Oké, okay, is goed. Dan ben ik benieuwd. Laat maar weten. Ja, reparamen. Hoe of wat. Wij hebben nog 3,6 kilometer te gaan. Wij netjes 129 op het moment. Wacht, dat we sowieso daar ook moeten afremmen. Nee, oké. Okay. We zullen zien. Goed, laten we de tractie alvast afhalen. Ik denk dat we hier daar ook moeten gaan afremmen. Hier, afremmen naar 40. Hey, dat rechts heb ik nooit eerder gezien. Dat is wel heel verpand.
daar zal ik straks eens naar kijken. Trouwens nog 40 afremmen, niet naar 60. ATP geeft al 60 aan, maar de palen geven 40 aan, dus we zullen afremmen naar 40. Zo. Netjes afgeremd naar 40. Nou ja, 44. Zo. Klein beetje. Hoppakee. 42. Een klein beetje. Hoppakee. 41. Al die hype? Ja, zeker. Inderdaad, zoals ik al zei, 40. Oploper hype. ja. Als je het zo bekijkt, ja, inderdaad. Zo, we komen dus hier op ons gemakje aan in Alkmaar. Op spoor 3. Hartstikke mooi. En ik heb het idee dat wij goed op tijd zijn. En dan zie ik omdat ik hier een klokje in beeld staat. Daardoor ik weet dat wij op tijd zijn. Zo. Hey Bas, goedenavond. Leuk dat je er bent. Hoe gaat het ermee? Hallo, hallo, hallo. Zoals ik al zei, we komen binnen op spoor 3. Dat durf ik niet uit mijn hoofd te zeggen. Dat meestal kan koploper dat zelf het beste beantwoorden. Maar ja, die is als een modelclubje vandaag. Dus, ik zal daar trouwens ook nog even zijn tweet bekijken, inderdaad. Goed, tractie eraf en remmetje erop. Stond daar net trouwens ook nog de groene firm. Ja, inderdaad, bij Springs. Wieren gaan we niet helemaal halen. Ik had ook altijd kijken waar die stond, heel gezegd. Zo. Dode man erbij. Zo. Hier zet ik wel even op F3, maar als we hier even omhoog vertrekken. Kijk, hartstikke mooi toch. Ik weet niet of hier SGM's zijn, eerlijk gezegd. Ik moet wel zeggen dat het geheugenbruik hier wel ontzettend laag is. Maar ja, het zijn heel veel dezelfde treinen, dus dat scheelt. Allemaal Verms. Volgens mij is het een Verms special of zo. Hoe handig heb je? Ja, ik had een keer andere trein bijna nodig. Oh ja, SLT had er ook nog in het begin. Oh, dat is een lange trein. Waar gaat deze naartoe? Extra trein. Interessant. Volgens mij stoppen wij ook op Alkmaar Noord, ja. Ja, we stoppen ook op Alkmaar Noord. De groene Verm. Hartstikke mooi. Zo, heel af en toe ICM, oftewel koploper. Yep. Ja, dat kan ik me wel iets van herinneren, inderdaad. Staat dit scenario op treinpunt? Ja, dit zit in een van die pakketten. Nee, deze versie staat niet op mijn systeemgroep, alleen pakket. Oh, wel.
Volgens mij is het alleen maar pakket 2 en pakket 3 op mijn Steam groep. Maar dit is in ieder geval pakket 1, als ik me niet vergis, zit het in. Van BLXT. Die heeft ze in ieder geval gemaakt. Naar Maastricht op die trein op spoor 1. Echt? Oké. Okay. Oh, dan mag hij van ondertussen wel gaan vertrekken, denk ik. Hoe laat mogen wij je trouwens hier ook vertrekken? 53, ah, dat hebben we nog even. Stap maar in, jongens. Zo. Haarlem zelfs. Oké. Okay. En dan zo door of zo verder door naar Amsterdam dan of. In Eindhoven, ja? Dat zou kunnen, dat zou kunnen. Of was het in Roermond? Dat weet ik even niet meer. Eén van de twee. Volgens mij ligt dat er soms net aan. Volgens mij zit je ook wel als een Roermond vroeger. Nee? Ah, oké. Okay. Oh, met dus een overview of the marketplace dan toen. Lol. Nou, zelfs kijken of ik nog wat kan winnen daar. Als tegen die tijd is. Zo, nee Rob, Eindhoven is het altijd vroeger was zitten. Ja, en daar weer voor was het altijd wel weer Eindhoven. Want in de jaren 50 en 60 is het wel altijd Eindhoven geweest. Dat weet ik wel. Maar toen was het ook nog de trein vanuit Den Haag in plaats van de trein vanuit de richting van Eindhoven, Amsterdam. Yay, we mogen vertrekken. Hoi, 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 hoi. Richting naar voren toe. Remtje eraf. Let's go. Goed, volgende station zal zijn Alkmaar Noord. Hey Sander, goeie avond en welkom in de stream. Thanks voor de host, super bedankt. Ik geloof ik eerst even maximaal 40 km aanhouden. Holy shit, die difference is wel groot, Victor, van die, die tender. Holy shit. Damn. Holy chips. Oh, je bent ook maar even bij bed gaan kijken. Jezus, we zijn niet verbeterd. Woehoe. Oh, oké, okay, geen probleem met de einde. In ieder geval fijne avond nog, slaap lekker. En tot de volgende keer. Leuk dat je er was. Fijne avond is dan alvast nog. Kijk, en hier zit de dijk wel onder, hè? Snap je dan niet, hè? Goed, afremmen.
Met afremmen. Bijna bij het bosje van 4. Dat was met die tenderupke. De tender dat is een nieuwe versie van voor de 52, zeg maar. De BR 52. Daar is gisteren een nieuwe tender voor uitgekomen. Martijn geeft de hoogste gewoon aan Matt. Lol. Hij gaat hier weg, maar hij gaat daar naartoe. En dan geeft hem daar de hoogste aan. Lol. Humoristisch. Oh, nee, die moet ik niet hebben. Ja, we kunnen even zien wat lang we hier moeten zijn. Ja, dat dan weer wel, ja. Let's go. Volgens het station zal zijn Heer Hugo Waard over een kleine 5 kilometertjes. Let's go! Rob, die stempelpaal stond wel heel erg hoog. Geen idee, durf ik niet te zeggen. Dat durf ik niet te zeggen. Oké, ik heb er niet echt op gelet. Daar vond ik wel even naar kijken. Geen probleem, Bas. Nog een fijne avond en tot de volgende keer. Leuk dat je in ieder geval was. Yay, kijk. Leuk toch, Sander? Petra. Naam sprong net. Dus vandaar. Hey, leuk toch? Even kijken, kleine 4 kilometer nog. Klein beetje erbij. Als je dat 130 mogen rijden hier. Ja, schip alleen Martijn. Is in ieder geval fijn. Of Martijn. Fijne avond in ieder geval nog. Succes met trouwens met de website. Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel Martijn, dankjewel. Komt ook helemaal goed. De HSL-brug is geblaast en de rechterkant is zo goed als... Oh, nice. Rij een beetje te snel. ...1,6 kilometer nog, dus laten we een beetje gaan afremmen naar de 80 in ieder geval. Het is wel vroeg dat hij dat dan aangeeft, maar dat maakt niet uit. Beter. Nou, een klein beetje. Goed zo. Ik stuur je wel een linkje als het in ieder geval nog hebt. Ja, dat is geen probleem joh. Even kijken, zo goed als af aan de lage zware kant zijn alle dijken geplaatst. Moet nog wat bruggetjes, gras, etc. Dan is die kant ook klaar. Morgen weer lekker verder. Kijk, goed bezig. Hierom, goed bezig. Goed, dat wij in ieder geval hier gaan stoppen. Ja, het zie je. Nee, dat is niet heel hartstikke goed. Hierom goed. Mooi. Dus ik ben benieuwd. Die is van X-Shooter, als ik het me niet vergis. Ja, Jeroen zei het ook zojuist in de chat. Goed, wij zijn ondertussen hier aankomen, heer Higuaard. Laten we de passagiers natuurlijk eventjes uitstappen, want dat is hartstikke lutig. Lekker drukke boel hier. Hallo.
Hartstikke leuk. Ja, ik zag het, Victor. En wauw, wat ziet hij er veel beter uit. En volgens mij is hij nou ook veel realistischer. En klopt het tenminste ook, want... Volgens mij zat in de originele versie... klopte die ook niet helemaal. Richting naar voren. Let's go. Kende zo model. En zo houden model. Oké. Nee, maar het ziet er inderdaad een stukje beter uit, Victor. Het is ook totaal anders, die heel die tender, heb ik al gemerkt. Want heel de bogies zijn anders geworden. Dus het is niet meer één vier dingen geworden, maar twee losse. Ik vind het echt wel een topwerk geworden. Absoluut. Dus dat is niet verkeerd. Kijk, weet je wat typisch is in SNS'en? Hier hebben ze de, heeft hij dan wel weer die dijk allemaal onderzetten. Er is geen probleem, Sander, tot zo, tot zo, tot zo. UMP Commander, also welkom. Leuk dat je er ook bent. Hey GamerNL, welkom terug. Leuk dat je er bent weer. Goed te zien dat het weer werkt. Volgende station zal trouwens zijn Schagen. Dat is nog een behoorlijk eindje, kleine 11 kilometer. Hey IJzer, hallo, goeie avond. Ook leuk dat je er bent. Hoe gaat het ermee? Zo, wij kakkelen ondertussen lekker door naar Schagen. Dat heb ik nog nooit gedaan, vissen. Ik zelf nooit, maar ik ben wel een paar keer met een maat van mij weg geweest. Maar ik heb meestal altijd geduld er niet voor. Dus ja. Wel natuurlijk in de cabine blijven erop. Gaat wel lekker, ja. Mooi. Dat is natuurlijk altijd goed te horen. Dus even kijken, nog 7,5 kilometertjes te gaan. Hartstikke mooi. Nou, ik moet wel zeggen, met het voordeel met die rail driver is dat je gewoon eigenlijk zonder HUD kan rijden. Je moet alleen af en toe een beetje de stations in de gaten houden waar je ongeveer moet stoppen. Maar afgezien dat gaat het zeker heel goed. Je moet je goed op de seinen blijven letten, dan is daar ook niks meer op de hand. Dus ja. Dat is hartstikke mooi. Dus rijden we een mooie 139, daar gaat de dode man nog een keertje af. 6 kilometertjes nog, hartstikke mooi. We rijden op dit moment op de Noordwest Nederland route. En we gaan weer naar Den Helder, als ik me niet vergis. Ja, we gaan naar Den Helder.
We rijden op dit moment 139. Ja, 40-139 ongeveer. Kleine 4,8 kilometer nog te gaan. Dus zo doen we. Rij 140, klein beetje tractie eraf. Niet te veel natuurlijk. Dat moeten we natuurlijk ook niet hebben. Ondertussen hebben wij nog kleine 4 te gaan. De Dodeman gaat nog een keertje af. Hartstikke mooi. Eerst voor het station van een ijzer zal een schagen zijn. Wow, en Matt heeft nou wel meteen weer door het rood gereden. Hij is goed bezig hoor. Dat heb ik nog maar één keer gedaan vandaag. Goed, even kijken of we nog 2-7. Hartstikke mooi. Klein beetje tractie eraf, want het rijdt een klein beetje te hard. Maar sowieso de tractie meer afhalen, want we zijn er bijna. En inderdaad, we moeten ook afremmen. Na de 80. Dus laten we dat ook vooral gaan doen. Een beetje meer afrem erop. Ik zit op net 90, 87. Beter. We moeten sowieso ook hier gaan stoppen in dit station. We komen op dit moment aan in Schagen. Hey Anne, goeie avond. Hallo, hallo. Ja. Hoe gaat het ermee? Een tijdje geleden volgens mij, of niet? Dat laten wij in ieder geval weer verder afremmen hier. Op het echtspoor is door rood rijden. Begin je eerste twee jaar. Ben je eerste twee jaar hier ontslaan? Oei, oei. Het zal toch niet, Victor? Pas maar op. Oh, het gaat goed met mij. Kijk, dat is fijn te horen. Dus dan komen wij hier aan in Schagen. 193, Victor on hype. Ja, hartstikke leuk toch? Hebben jullie trouwens daar ook nog een idee wat we naar dit scenario kunnen doen? We hebben nog wel een tijdje te gaan naar... naar dit zijn, maar toch? Zo, even kijken. We hebben hierna hebben we nog Anna en Paulona. En Den Helder Zuid en Den Helder. Dus we hebben nog ongeveer 20 kilometer te rijden. En nog ongeveer 20 tal minuutjes. En dan kunnen we kijken wat we daar eventueel kunnen doen. We hebben sowieso... Ja, dat is een goed idee trouwens eigenlijk best wel, wel GamerNL. De chat en mainline. Daar hebben we ook nog heel erg weinig op gereden. Dus dat is wel een goed idee eigenlijk, ja. Ja, echt hè. Alright. Richting naar voren toe. Rimmetje eraf. Let's go. Even 60 aan houden hier, oh. Afzakelijke reden dat het naar 60 gaat is omdat we nou natuurlijk enkel spoor gaan krijgen. Zo. Klein beetje. We rijden op dit moment 55, dus dat is nog goed. 56, 57. Een klein beetje te hard, niet echt een ramp. Oké, let's go. Op naar de 130. 60 vind ik nog snel voor die wissel. Ja, is het zeker.
Misschien is het in het echt, is het ook wel 60. Maar volgens mij is die wissel dan veel anders gemaakt. Ik gebruik andere mensen die Nederlands spreken beter dan hem. Wat? Waar was de reactie op? Ik zal even kijken. Ik ging vandaag naar de... oké, mooi. 140. Ik ging vandaag naar de sportschool. Goed bezig. Mijn lichaam doet zeer. Oei, ja, daar heb je denk ik iets te intensief gesport, Anne. Ga je dat elke dag, Victor? Oh jee, dat wist ik niet. Ik weet welke trein jij hebt. Ah, kijk. Ik heb bijna, ja, toch behoorlijk wat in ieder geval. Van Duitsland heb ik bijna alles. Engeland heb ik redelijk veel. Nederlands heb ik sowieso alles. Amerikaans heb ik niet zoveel. Maar die stream ik ook eigenlijk nooit. Welkom terug trouwens, Sander. Oh, rijd snel. Nee. Niet te snel gaan rijden, op wel een beetje op de snelheid laten heren. Is Twitch weer lekker twitchy aan het doen voor je? Zo. Wissel met een klein recht stukje van 60, wissel zonder rechtstuk 40. Bouwer snapt wel wat ik bedoel. Ja, inderdaad. Alleen soms zit het wel lastiger uit te leggen voor mensen die er niet helemaal in thuis zitten. Maar inderdaad. Wacht even jongens, want er zit iets in mijn neus. Anyway. Wacht even. Meestal is het opnieuw verbinden toch ook wel redelijk goed hoor, dat je. Nou, zo, ondertussen rijden wij eventjes lekker verder. Is de volgende stop zal zijn over 3 kilometer. Dat is Anna Paolona. Heb je een Android telefoon? Geen idee. Ik heb er geen last van, ik heb iPhone, dus ik heb steeds nog mijn iPhone 4S en ik heb echt geen problemen nooit met die dingen. Dus geen idee, eerlijk gezegd. Ik kom dat ik ook altijd naast de wifi zit, maar. Zo. Nog 2 kilometerjes. Tractie eraf. Remmen naar de 80. Nou ja, maak er maar 40 van. 1,4 kilometer nog. Is het trouwens een tijdsgebonden hier? Nee, is volgens mij de rest nog tijdsgebonden of niet? Ja, alleen het eindstation, oké. Klein beetje meer. Zie je, ik wist al dat het 40 was. Daarom moet je altijd beter naar de seinen kijken, want als je dat niet doet, dan krijg je dus gezeven erover. Rij nou mooi 39, laat hem even lekker uitbollen. Ondertussen gaat de dode man nog een keertje af. Was die een Lexus? Oké. Zo. Nou, ik moet zeggen, ondanks dat ik het grootste deel van de route zonder hut heb gereden, vind ik dat het best wel goed gaat, eerlijk gezegd. Dat is voordat je ATB een beetje begint door te krijgen. En met zo'n controller kan je dat gewoon heel erg fijn instellen. Je kan in principe niet snel op immersion brake gaan, want dat is een aparte notch. Dus je kan nooit doorschieten. Eens wat je gewoon met de groene kraten moet krijgen is wielslip, dat je daar gewoon mee oppast. Maar afgezien dat is het zeer goed te doen. Laten wij in ieder geval hier gaan stoppen. Even
Klein momentje, Jeroen, ik zal even zo naar je rechts kijken. Zo, en oké, we zijn gearriveerd hier. Zo, F3 aan, zodat we kunnen zien hoe laat we moeten vertrekken. Dat je daar op kunt kijken, zo'n klein scherm, krijg je even last van je ogen. Zeker aan denk ik. Oh, van die mini, die telefoon, ja. Ja, de rail driver werkt echt perfect, IJzer, absoluut. Echt zeker wel een must. Het geeft echt nog extra meer dat gevoel van controle over de trein. Want je kan het zo precies instellen. Kijk, bij het toetsenbord, als je erop drukt, je zit heel snel vast aan bepaalde vastigheid. En daar is hij niet. Let's go. Kijk, bij het toetsenbord ben je heel vaak aan, bijvoorbeeld, nou is ik op 46. Die kan je ze. Heel makkelijk kan je hem op douwen in snelheid. En dat is met een toetsenbord iets wat lastiger. Met controles schijnen is het ongeveer net zo. Eigenlijk kan je de raildrijver heel mooi vergelijken met een stuur, zeg maar, voor een Euro Truck of een ander soort vergelijkbare game. Daar kan je het een beetje mee vergelijken. Daarom ben ik ook super blij mee dat ik met dankzij jullie ook de raildriver heb kunnen aanschaffen. En dat ik nou zonder hut rijd, is ook mede mogelijk door de raildriver. Hoe duur zijn die raildriver? Zo'n raildriver is normaal gesproken €219,99. Dankjewel GamerNL voor om het in de chat te zetten. En op dit moment is je €197. Want ik had hem 's nachts besteld. Om rond een uur of drie. En smiddags toen ik naar de bestelling wou kijken hoe ver het ermee was in behandeling, kwam ik achter dat hij €197,99 was, dus €198. Meteen mijn melding gemaakt en ja, gelukkig heb ik een refund daarvoor teruggekregen. Daar ben ik wel heel erg blij mee. Het verschil, dus ik heb hem in principe voor €198. Vandaar. Goed. Ja, op dit moment is inderdaad de aanbieding en dat geldt voor meerdere dingen bij Aerosoft hardware. Dus dat is hartstikke mooi. De Milia, ben ik ook niet zo fan van. Welkom terug, Sander. Den Helder is over 5 kilometertjes. Dus, waarschijnlijk ook het eerste volgende station. Zo. Zo, de rail driver nu nog. Ja, ik kan je wel zeggen, de raildriver die zal vast wel gaan werken in Unreal. Want het lijkt me wel heel stug als dat niet het geval zou zijn. Wacht even, jongens. Dus ja, zodoende. Klein beetje tractie erbij, we mogen tenslotte ook hier 130 rijden. We hebben nog 3 kilometertjes te gaan. Zo.
Ik moet er wel bij zeggen dadelijk het volgende scenario op de chatroute ga ik wel sowieso met Hut rijden. Want ik wil graag weten hoe of wat. Ik neem de snelheid. Ik zit er wel over te denken. Is het liefjes nog wakker? Als het goed is, is. Ik zie hem zo in de internet niet meer tussen zitten. Maar het zou me niet verbazen als die er nog is hoor. Goed, wij komen ondertussen aan in Den Helder Zuid. Kom op, nog een beetje. You can do it. Yo. Stikke mooi. Goed, wij komen aan in Den Helder Zuid. Niet verkeerd. Gerwin, fijne avond. Nog slaap lekker. Leuk dat je er was vandaag. En tot de volgende keer. Nee, ja, ik heb nu heb ik hem tussen mijn keyboard. Want ik heb twee toetsenbords liggen en nog een MIDI keyboard. En dan dat net tussenin heb ik mijn raildriver zeg maar gezet. Ik wist zelf ook anders niet waar ik hem neer moest zetten. Goed, anyway. Rem eraf. En let's go. Ja, is geen probleem. Ik heb het morgen ben ik natuurlijk ook gewoon uiteraard weer om 7 uur. Dus dat komt helemaal goed. Geen probleem, Jaron. Fijne avond nog, ook slaap lekker voor dadelijk. En tot de volgende keer zou ik zeggen. Misschien tot morgen of iets dergelijks. Komt helemaal goed. Even hier op de snelheid letten. Zo. Even kijken, ik denk dat we nog wel aardig op schema liggen. Ja, we liggen nog op schema, dus dat is mooi. Komt de dode man nog even langs. Wie verspeelt nog Euro Truck Simulator? Ja zeker, zeker. Komende laatste zondag van de maand, hè? Dan doet hij meestal Euro Truck. Tenminste, dat staat in ieder geval in de planning. Oké, tot zo, Sander. Ja, we liggen nog op schema, dat is mooi. Zo. Oh, ga je niet weg, Sander? Oh, sorry. Sorry, mijn mistake. Sorry. Dan zat ik even naast. Oh, oké. Nee, sorry. Dan heb ik gewoon een beetje verkeerd begrepen. Alleen nog netjes op tijd.
tractie is er ondertussen af. En ik kom hier aan een spoor 3. Toch, spoor 3? Ja. Zo. En zo komen wij aan hier in Den Helder. Atsikere. Die terug. Lichtje uit. En met dat zijn we hier aangekomen. In Schagen. Ik ben alleen één groot ding vergeten. De koersborden. Verdorie. Dus dat komt helemaal volgende keer wel weer goed. Leuk scenario. Ik denk dat we deze keer helemaal goed hebben voltooid. Ja, helemaal goed voltooid. Dus we hebben eindelijk het scenario goed behaald. Eindelijk na 3 keer proberen. Dus dat is heel mooi natuurlijk. If you have reached before, yeah, you have completed. Nice, done.